Mocht je zoiets hebben, mijn kind vindt dat hele bevallingsverhaal niet interessant. Kijk lekker een andere vlog, een leuke speelvlog of zo. Een vakantievlog. Er komen sowieso weer heel veel leuke vakantievlogs aan. Mijn bevallingsverhaal. Sliepschavangualiseerde ik me. Zit, ik moet zitten. Want ik ga hier. Ging het mee. Dat hele bad kwam niet in bad bevallen. Nee, nee, nee. Er is hoop. Ik had niet zonder alles was gestopt. Help! Terugkomen! Wat voel je? Oh. Hij is nu net 3 kilo. Mannen en baby's. Goedemorgen jongens, welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers en het is vandaag vrijdag. 1 dag nog gaan de kinderen nog naar school, inclusief Luxie, die gaat naar de peuterspeelzaal. En dan is het eindelijk zomervakantie. Maar voordat we naar school gaan, gaan we eerst even kijken hoe hier de stand van zaken is. Goedemorgen. Hij is weer, dank u. Hij is weer lekker aan het... smeren met het ontbijt. Kijk eens, en Luan en Lucilla en Luxie en Lucius, die zijn hier. Ja. Jij bent hier lekker je drink aan het drinken. Ja. Maar Luan, die is aan het wandelen met Luxie en de kinderwagen. Ja, Lucius door het huis. En over de gang heen en weer. En ik ga hier. Ja, met z'n drieën de kinderwagen duwen. Nou, dat is handig. Hoef wij niks meer te doen, hè? Dat past in onze armoede, jongens. Nee. Eens even kijken, waar is de... Slaapt hij of niet? Ja. Slaapt hij? Oh, nee, hij vindt het volgens mij wel lekker zo geduwd worden. Ook? Door zijn zusjes en zijn broer. Ja? Nou, dat is handig. Nou, heel veel plezier nog op school, kinderen. Want het is vandaag de laatste dag. Gaan jullie nog iets bijzonders doen vandaag op school? Weet ik niet. Nee? Volgens mij... Ze mochten snoep meenemen. Ja. Dat mocht. Voor deze keer. Van de juffrouw. Ja? Ik kom naar school. Ja? Mijn soepje in de tas doen. Ja. Mijn appel in de tas doen. Appel in de tas doen? Ja. Ja, heel goed. En wat heb jij mee in je... snoepje. Nou, dat we... en een appeltje erbij gedaan. Nou, ook voor de vitamintjes. Ja, ik deed ook nog even een banaantje bij. En een banaantje, ja. Dat is wel lekker, hè. Een pupje. Pip zit hier alweer lekker op de bank. Ja, maar Woesel. 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 Ja, Woesel die zit altijd hier voor het raam te kijken naar Buurtboes. Oh nee. Oh, daar ben je, Woes. Goedemorgen, jongen. Je ziet hem bijna niet op dit kleed. Hij valt weg in het kleed, jongen. Met je krulletjes. En het wordt vandaag weer een super lekkere dag. Kijk, de zon die komt alweer op. Dus kijk, vandaag weer gezellig. Met ons mee. Nou, gezellig zo aan de barre, jongens. Hè? Luxie kan zo schattig kletsen. Ja. Luxie. Vertel dat ze met zand een koe heeft gemaakt. Ja, een kleine koe. Kleine koe. Maar die is nog niet klaar. Nee. Gekkie. Gekkie. Nou, dan nog precies een plekje voor vader. En waar ligt onze jongste? Ja. Past er ook bij. Leuk zo bij dat campertje, hè? Ja. Dat is heel lekker. Luan en Silla en Luxie vinden alle drie leuk om te rijden. En hij slaat ermee. Hij valt perfect in slaap, jongens. Ja. Nou, veel plezier op school, hè? Ja. Ik ga mijn broodjes smeren met kipfilet. Wat heel leuk is als ze 's ochtends wakker wordt. Dan denk ik, ja, dat is heel veel werk. 4 kinderen moet je helemaal doen. Hè. Maar nee, niks is minder waar. Nee, want... Lucilla heeft Luxie gedaan. Lucilla die doet Luxie de haren kammen en de tanden poetsen. Luan die doet zichzelf. Lucilla die doet zichzelf. En Lucius. En Luan die doet Lucius. En Luxie en Lucilla houden Lucius bezig als mama aan het aankleden is. Ja. Dus eigenlijk heb ik nog veel minder werk met 4 kinderen dan dat ik had met 1 en 2. Leuk, ja. Dat ik heb eigenlijk zelf aankleden. Ik heb zelf aangekleden. Ik heb zelf een kleren uit de kast gepakt. Zelf de outfits uitgezocht. Dus we hebben allebei hetzelfde aangedaan. Samen ik had geen kleren klaar met gisteren, want ik was gisteren zo moe. Ik denk echt dat ik om 7:30 al sliep. Nee, ik ben er slaap. Ik had geen tijd meer om mijn kleren klaar te leggen, dus dat hebben ze allemaal zelf gedaan. Heel gaaf hoor, dat is ideaal. Samen staan we sterk. Ja. Ja, en gisteren was mama inderdaad in slaap gevallen. Ik had de sauna aan, die heb ik naar auto gezet. En toen dacht ik, dan ga ik de grasmaaier maken. En ben ik nog de tegels gaan krabben, maar dat laat ik jullie zo meteen zien voordat we in de auto gaan. Alles is nu onkruidvrij. Oh ja, en toen vannacht kwam Lucilla en iets later kwam Luan. 3 uur 's nachts. En toen werden we vanochtend wakker. Met z'n 6 op rij. Vier kuikentjes in ons bed. Ja, met z'n 6 op rij. Gezellig toch? Heerlijk. Nou, kids, veel plezier op school. En zullen we nog even genieten van de zogekreeuwde tegels van papa? Hè? Ja. Ik heb een zere rug, joh. Ondertussen
hebben we de schoenen aan. Lucilla, ga je er doorheen? Door het raampje. Een kusje. Voor Lucius. Nog een kusje voor Lucius, Luxie? De kinderwagen, die blijft hier. Nou, Luxie, heb nog een kusje? Oh, ik kan je er niet bij, liefie. Oh, oh, ja, gaat net goed. Goed zo. Kijk, aan Luan, die kan er gewoon zo bij natuurlijk. Nou, slaap lekker. Jullie heel veel plezier. Bedankt. Oh, en mama wil nog een leuke laatste foto maken voordat jullie naar de nieuwe klas gaan. Een kusje. Goed zo. Dat doe ik eigenlijk altijd. Moet ik even mijn iPhone hebben trouwens. Voor de deur, zeg maar, met de schooltasjes. Dat het de laatste schooldag is. En dat ze na de vakantie dus naar de volgende groep gaan. Dat is eigenlijk altijd ieder jaar hetzelfde. Dat ik dan een foto maak bij de deur met hun schooltasjes op. Van laatste dag voor de zomervakantie. En dan kun je ook heel leuk zien. Ieder jaar hoe groter ze iedere keer worden. Dus dat gaan we even doen, hè jongens. Hier bij deze voordeur, hè. Nou, en dan gaat mama hier even een fotootje van maken. Goed? Ja. Met het Luciusbord. Dat is inderdaad wel grappig. Ga maar samen staan. Welke? Naar mama camera kijken. 1, 2, 3. Nou, kus aan mama. Op school. En kijk eens kinderen, kom eens kijken. Even alleen één blik. Even één blik, kijk eens. Alles in de kraamweek. Onkruid vrijgekrapt. Straks, mama blijft bij babybroer. Tot straks. Doei, veel plezier op school. Tot straks. Mama. Ja? Papa, ja, papa gaat je ophalen. Doeg. Doei. Oh, de deur. Zo. Nou, Daniel heeft de kinderen naar school gebracht. Althans, dat is hier aan het doen. En ik ga Lucius even in de draagzak doen. Ik heb dus deze newborn draagzak. Dat is echt te gebruiken bij pasgeboren baby's. En ik vind het super fijn om hem bij me te dragen. Vooral de eerste tijd, zeg maar, als hij nog zo klein is. Dat hij dan lekker bij mij kan slapen en ik dan toch een beetje mijn handen vrij heb. Dat ik wel overal heen kan, overal naartoe kan in het huis. Maar dan toch hem bij me kan hebben. Dus wat ik nu ga doen, ik heb het gisteren met Ina uitgeprobeerd. Toen zat hij iets te laag. Dus ik begin nu iets hoger. Echt helemaal hier. Ik had hem gisteren hier gedaan, maar hij zat te laag, zeg maar. Als je de baby hier hebt, moet je hem zo'n kusje kunnen geven op zijn hoofd. En ik kon hem er net niet bij. Dus we gaan het nu proberen, zonder Ina. maar goed, ik denk dat het op zich wel gaat lukken. Aangezien het niet heel moeilijk is. Het is alleen even een beetje een gefrummel. Nou, pakken Lucius. Oh, klein krummeltje. Kijk dan, klein krummeltje. Oh, hij ruikt zo lekker. Dan zetten we hem zo hier op neer. Dan doen we de beentjes wijd. Dat hij om mijn buik heen kunnen, zeg maar. Zo. Zo. En dan kan ik hem zo, haar even aan de kant, tegen mijn borst aanleggen. Zo. Zo even een speentje pakken, liefie. Dat hij in ieder geval met zijn ketting even aan de kant. Het duurt even, jongens, maar ik moet er nog een beetje een handigheidje in krijgen. Dat komt vanzelf. Dan sla je hem zo. Kijk, hier zit hij dan in. Hier heb je de voetjes. Zo. Hoofdje recht. Zo. Ja, kijk. Dan doen we deze hier aan de onderkant er doorheen. En dan hier aan de bovenkant over mijn schouder. Weer even een beetje strak aantrekken. Naar voren. Dat doen we ook bij die andere. Dus deze pakken we. Het is een combinatie van een draagzak en een draagdoek. Die andere pakken we dus ook hier onder. Die gaat hier onderdoor. En dan hier boven weer naar boven. Dan gaan we dit een beetje strakker aantrekken. Dat hij wat vaster komt te liggen. Tegen mij aan. Oep, oep. Kijk, zo kan ik hem een kusje geven. Dus zo hoog moet hij. Dan weet ik dat hij hoog genoeg zit. Zijn jullie er nog bij? Ik ben nu al in mijn schermpje 3 minuten bezig. Oké, dan hebben we hem dus zo. Hij is nu dus te laag. Ik moet hem dus iets hoger gaan doen. Bij de voetjes
Zo. Hier. Kruisen. Dat hij die billetjes vasthoudt. En dan hierachter maak ik een dubbele knoop. 1. En. Tada! Hij zit in het draagdoek. Oh, met deze even iets hoger doen. Over mijn schouder. Hier zit hij zo lekker in. Och, dit is toch heerlijk, jongens. Heerlijk, hè. Ik kan hem zo een kusje geven. Hij heeft hier genoeg lucht om gewoon te kunnen ademen. Zijn voetjes zitten in de... Hoe noem je dit? De vlinder? Sprong? Sprint? Split? Houding? Ik weet niet hoe je dit noemt. Het heeft een naam. Ik weet niet hoe. Die zitten zo. Verspreid zo. Voetjes hangen hier lekker uit. Oh, die kleine teentjes. En zo kan hij lekker bij mij zijn slaapjes doen. En heb ik gewoon mijn handen vrij om te bewegen en te doen. Wat ik zelf wil, kan zo stofzuigen. Ik kan zo de ramen lappen. Ik kan de wc poetsen. Maar ik kan ook gewoon lekker met hem zitten en lekker chillen. Hij zit in ieder geval heerlijk in zijn kokonnetje. Lekker bij mama. Nou, toppie. Zo, en ik zit te denken, misschien is het wel een lekker momentje vandaag om eens eventjes wat meer te vertellen over mijn bevallingsverhaal. Wat ik jullie gisteren ook al in de vlog had verteld. En in de kraamweek heb verteld dat ik het ook heel fijn vind om mijn persoonlijke bevallingsverhaal in mijn ervaring met jullie te delen. En niet alleen de mooie geëdite beelden natuurlijk van de bevallingsvlog. Die echt zijn voor het te herinneren, het laten te kunnen terugkijken hoe onze lieve Lucius ter wereld is gekomen. Maar ook gewoon ja, een stukje achter de schermen met jullie te delen. Omdat ik dat zelf gewoon een heel fijn gevoel vind. Want ja, je kunt natuurlijk niet alles letterlijk met alleen maar beelden vastleggen. En hoe het voor ons is geweest en hoe het voor Daniel is geweest. Dat vind ik altijd heel fijn om ook nog even met jullie te delen in een speciaal bevallingsverhaal vlogje. En daar willen we vandaag even het meeste aandacht aan besteden. Ook als een soort afronding van de geboorte en van de kraamweek. Gisteren hebben we natuurlijk de laatste kraamdag gehad met onze super lieve Ina. Die weer bij ons is geweest met de kramen en de bevallingen. Oh, maar we hebben eerst even een beller. Ik denk Daniel, wacht even. Ah, ja, ja. Ja, ik was gisteren moe, joh. Om 7:30 lag ik al in dromenland. En de kinderen hebben zichzelf naar bed gebracht, volgens mij. Ja, nee, ja, nou ja, ze kunnen het gelukkig. Maar ik werd vanochtend wakker van, oh ja, hoe zijn jullie ook weer naar bed gegaan? Want ik lag dus op bed, Lucius te voeden. Met de veronderstelling, ik kom zo nog even bij jullie, weet je wel. En dan kom ik zo nog even een kusje geven, liedje zingen. Maar ja, mama was al weg. Ja, dat zeiden ze vanochtend ook. Nou. En oh ja, en ik had ook tegen ze gezegd van ja, ik wil echt dat jullie om 7:30 op bed liggen. Want papa en mama hebben vanavond een date. Dus Lucilla zou iedere keer, mam, niet in slaap vallen, hè, want je hebt een date met papa. Toen vanochtend toen ze wakker werden, toen zeiden ze, ja papa, mama had niet meer tijd voor een date, hè. Nee. Ja, hij is onkruid gaan bieden, ja. Ja. Ja, wat doe je dan, hè? Als je vrouw ligt te slapen, ga je me onkruid bieden. Ja, nee, maar dat klopt ook wel. Want de kraamweek heb de eerste paar dagen wel echt geslapen overdag. Op Ina's, zeg maar, aandringen. Van ja, Farah, je gaat nu echt naar bed. Maar de laatste paar dagen, ja, weet je, ik voel me gewoon goed, weet je. En ja, nou ja, dat ken je misschien voor jezelf ook wel. Als je gewoon wakker bent, ja, dan lig je wel in je bed. Dan lig je, ja, maar ja, ik wil eigenlijk dat nog even doen. Ja, wat doe ik hier? Dus ik ben overdag uiteindelijk die laatste paar dagen niet meer overdag gaan slapen. Maar ja, blijkbaar wordt mijn lichaam toch zoiets van, ja, maar je moet toch nog wel even iets bijdenken. Dus de laatste dag met Ina, ja, heel fijn. Ondertussen is Daniel weer thuis en die gaat nog even wat werkdingetjes doen. Bellen, bellen, voor leuke dingen. Maar vooral niks. Daar zijn we weer. Ik kreeg een telefoon van Melissa, jongens. Dus het was heel gezellig. Even met haar weer zitten bij Beppen vandaar. En toen kwam Daniel weer thuis en die is er even wat dingetjes aan het regelen voor overmorgen. Laat jullie een beetje in spanning wat we gaan doen. Dat ga je vanzelf zien. Maar ik wilde dus even met jullie mijn bevallingsverhaal achter de schermen met jullie delen. Hoe voor mij die dag is gegaan en hoe het voor mij is geweest. Maar wat er ook allemaal zich nog meer heeft afgespeeld. En hoe het voelde en hoe mijn ervaring is geweest. En ik ben ook heel erg benieuwd, ik denk jullie ook wel, hoe dit voor Daniel is geweest. Aangezien hij toch
de man hier tussen alle vrouwen is met zijn bevalling. Ondertussen blijft Lucius lekker doorslapen hier in de draagdoek. Ligt hij heerlijk verder te tukken. Hij hoort natuurlijk mijn hartslag en hij is lekker warm tegen mij aan. Wat een heel geborgen gevoel is, wat hij natuurlijk ook herkent van in de buik. Dus het is echt een heerlijk plekje om lekker te tukken, liefie. Terwijl we maar even lekker gaat kletsen. Ja. Nou, de weeën begonnen dus de dag daarvoor eigenlijk al een beetje. Dat hebben jullie toen kunnen meemaken in de vlog. Toevallig hadden we die dag ook echt een controleafspraak bij de verloskundige. Ik werd wakker rond een uur of 5 die ochtend. Dus is 30 juli, woensdag 30 juli. En toen kreeg ik hele harde buiken. Maar harder als dat ik voorheen had met harde buiken. Harde buiken is dat de buik even heel hard samentrekt als een soort steen. En dan wordt hij weer wat rustiger, zeg maar. Als voorbereiding op de bevalling die gaat komen. Hoeft natuurlijk niet meteen te beginnen, maar dat heb je gewoon eigenlijk gedurende vooral de laatste trimester van je zwangerschap. Wat regelmatig harde buiken. Maar deze buiken waren wat harder en die duurden ook wat langer voordat het wegging. Dus ik had al zo'n gevoel van, is dit wat of is dit niks? Ook omdat je heel erg bewust bezig bent met ieder dingetje wat je voelt. Toen ik dus om rond een uur of 7 voor de spiegel stond in de badkamer. En ik toch iedere keer even moest wachten tot dat gespannen gevoel weer voorbij was. Had ik het gevoel dat het dus ging beginnen. En tipte ik Daniel, die naast mij stond de tanden poetsen. Tipte ik en ik zei, Daan. En hij keek me aan. Ik denk dat dit de dag wordt. En hij wist meteen wat ik bedoelde. En achteraf denk ik, oh, ik had het misschien niet zo moeten zeggen. Want hij sprong meteen in de alertfase. Oh ja, moet ik bellen? Moet ik Ina bellen? Moet ik de verloskundige bellen? Moeten we nog wel de deur uit gaan? Kunnen we de kinderen nog naar school brengen? Zo, dat was de eerste reactie van Daniel. Meteen heel gespannen. Alsof de baby iedere minuut die daarna kwam eruit kon ploppen. Dus ik zeg rustig daar. Nee, zover is het nog lang niet. Ik heb nog geen weeën. Maar ik voel dat er iets in mijn buik en het gaande is. Dus ik denk, ik zeg het even. Nee, maar je gaat nergens meer naartoe. Nee hoor, ik breng de kinderen even alleen snel weg. En oh, meteen heel erg, ja, in de stress wil ik niet zeggen, maar alert. Omdat hij er wil voor zorgen dat het goed gebeurt aan hem. Natuurlijk, ik begrijp het wel. Maar ik had het gevoel dat ik misschien nog een iets later stadium beter tegen hem had kunnen zeggen. Omdat hij meteen heel erg scherp stond. Terwijl het nog niet zo heel erg hoog nood was. Dus ik stelde hem gerust. Ik zei, nee hoor, het gaat goed. Ik kan nog prima alles doen. Het is nog niet zo dat ik niks meer kan als ik een harde buik heb. Ik wil gewoon heel graag de kinderen mee naar school brengen. Want ik heb het gevoel dat als ze straks thuis komen, misschien er wel een babytje kan zijn. Dus ik vind het een fijn gevoel dat ze meteen samen in de auto gaan. Kinderen zeggen we niks. En als ik straks, zetten we de kinderen op school af, dikke kus. En dan vind ik gewoon een fijn gevoel als ik straks toch ga bevallen, dat ik ze zelf naar school heb kunnen brengen. Dus Daniel vond het oké. En we hebben de kinderen naar school gebracht en zagen we Melissa weer op het schoolplein. En toen vertelde ik ook dus tegen haar dat ik het gevoel had dat het aan het beginnen was. En toen zeiden we over, ja, moeten we nu nog wel naar Zwolle rijden? Want Zwolle is een half uur heen en een half uur terug voor ons. En ja, als ik echt aan het bevallen ben, als ik echt weeën heb, dan is het misschien niet heel handig als we zo ver van huis zijn. Dus we hebben toen de verloskundige gebeld en even overlegd. En ze zei van, nou, als jij nou gewoon prima alles kan doen en je moet niet puffen om de weeën weg te hebben, dat je even dit moet doen, dan is er in principe nog niks aan de hand en kun je gerust nog naar je controleafspraak. Dus op het advies van de verloskundige zijn we alsnog die dag gewoon naar de verloskundige gegaan. En Melissa stond paraat voor onze kinderen. Als er dan wat zou zijn, dat zij dan de kinderen kon ophalen van school. We zouden die dag ook naar haar boerderij gaan. We waren bij haar schoonouders om te kijken naar de kalfjes die geboren zouden worden en net geboren waren. Dus dat stond eigenlijk op de planning. Maar mijn hoofd stond eigenlijk al helemaal naar, ik ga vandaag bevallen. Dus op het moment dat we bij de verloskundige zaten en ze ging kijken of ik al überhaupt ontsluiting had. In mijn gevoel ging ze kijken hoeveel ontsluiting ik al had. Zei ze, nou sorry Farah, ik moet je teleurstellen. Je hebt nog geen ontsluiting. En toen ik dat hoorde, was echt, het was niet zozeer teleurstelling, maar het was weer echt zo'n omschakeling in mijn hoofd. Van oké, ik had echt een mooie datum. Mijn kinderen zitten nu op school, mijn lessen vangen ze straks op. Oh, dat komt helemaal goed. Maar ze zei, nee, je hebt nog geen ontsluiting. Er is nog niks op gang. Het kan nog een week duren. Ja, ze zei, het kan ook morgen zijn, maar het kan ook een week duren. En dacht ik, wat? Ik had me op ingesteld dat het vandaag zou zijn. En Daniel werd daar ook, jullie hebben dat ook gezien in de vlog, heel druk. Daniel wordt altijd heel druk als hij zenuwachtig wordt. Gaat hij allerlei gekke dingen zeggen en vragen stellen. En ik weet nog dat hij zei tegen de verloskundige, kunnen we nog wel naar de supermarkt? Straks dan knapt haar watermeloen, weet je wel. Gaat die gekke dingen door zijn zenuwen. Gaat hij van die gekke, grappige dingen zeggen, zeg maar. Maar
Door ik op dat moment echt had ik, oh Daan, doe dat normaal. Weet je, dat gevoel had ik. En volgens mij zeiden ook heel wat vrouwen onder de vlog van dat ze dat herkenden van hun man. Dus gelukkig ben ik niet de enige die dat ervaart met man naast me, zeg maar. Maar wel super lief natuurlijk. Mannen werken heel anders dan vrouwen. Dus dat kon je toen leuk zien, dat contrast. En we zijn gewoon boodschappen gaan doen. En na de kinderen weer zelf opgehaald. En we zijn toen die dag gewoon nog naar Melissa aan de boerderij gegaan met de kinderen. We hebben daar die kalfjes nog zien geboren worden. En de babykalfjes nog gezien. En we zouden eigenlijk gaan kometten, maar het weer was niet zo lekker. Dus ze had een hele lekkere komet verzorgd voor ons. Super lief. Met alle kindjes erbij. Ze heeft ook 4 kleine kindjes en onze kinderen erbij. Maar zij merkt al wel, zei ze later ook van ja, ze merkt al wel dat ik eigenlijk een soort van wee aan het opvangen was. Want iedere keer als ik dan weer zo'n harde buik kreeg, dan ging ik staan en ik ging wiebelen zo. Op een gegeven moment moest ik wel even staan en wiebelen, want dan kon ik het zittend niet opvangen. En we keken elkaar aan en we denken, we zeggen niks. En de mannen zaten erbij en alle kinderen zaten eromheen. Maar als we elkaar aankeken, dan wisten we, oké, dit gaat echt niet lang meer duren. Maar we zeiden het niet, we wisten het wel toen we elkaar aankeken. En ook op het moment toen we gingen, toen brak ik ook even. Ik dacht echt van, wat is er nou aan de hand met mijn lichaam? Wat gaan we nou doen? Gaan we nou linksaf, gaan we nou rechtsaf? Ik wist niet waar ik aan toe was. We gingen weer naar huis en zei, Farah, je mag de kinderen best bij mij laten. Als je het gevoel hebt dat het nu zo gaat beginnen. Maar ik denk, ja, dat is misschien ook weer iets te snel, kort door de bocht. En onze kinderen hadden nog niet echt een weet van wat er aan de hand was die dag. Ik zei, nee joh, ik ga gewoon lekker naar huis. Ik ga de kinderen zelf zo even in bed leggen. En ik ga proberen te slapen. En dan kijken we wel wat de nieuwe dag gaat brengen. Waarop zij zei, hey, als het vannacht begint en er is wat, bel me. Ik kom naar je toe. De kinderen liggen hier gewoon veilig thuis. En dan kom ik naar je toe. En dan zorg ik ervoor dat ik er ben voor de kinderen. Als kinderen wakker worden. Dat je ze in ieder geval niet uit bed hoeft te halen. En dat je een fijn gerust gevoel hebt. Dus super lief. Met dat gevoel ging ik bij haar weg. Waardoor ik wel echt een heel gerust gevoel had. Omdat je toch een of andere manier heb je toch als moeder zijnde altijd zorgen over je andere kinderen. Met mij komt het wel goed. Maar als het maar goed geregeld is voor die andere kinderen. En dat gevoel gaf zij mij. En daar ben ik er nog steeds heel erg dankbaar voor. Dat is het fijnste wat je kan horen van een andere moeder. Dat er een andere moeder voor jouw kinderen is. Dus daar ben ik haar echt, kreeg ik er van, heel dankbaar voor dat zij het zei. Dus ik kom met een gerust gevoel naar huis toe. Ik heb de kinderen toen nog in de douche gedaan. Ik heb gezegd, ga maar lekker slapen. Ik heb nog wel gezegd, nou, het kan zijn dat de baby bijna gaat komen. Maar we weten niet wanneer. Het is een verrassing. Maar het zal niet heel lang meer duren. En toen gingen ze lekker slapen. Maar ze waren zich niet van bewust dat ik op dat moment dus al een soort van weeën had. Dus Luan en Lucilla en ook Luxie die ging slapen. Luxie die plofte bij ons in bed. Die was ook moe van de hele dag met al die koeien. En ze was ook... Volgens mij was ze die dag, oh ja, ik ben net een keer in het dagverblijf geweest. Dus extra moe, dus ze was heel snel bij ons in bed gewoon in slaap gevallen. Ik dacht, nou, laat maar liggen, is helemaal prima. En ik ga ook vroeg slapen, want dan hoop ik morgen opgeladen te zijn voor een bevalling. Overdag, dat was mijn gevoel. Maar ik ging in bed liggen en al vrij snel voelde ik dat ik niet lekker lag. Ik denk, nee, ik ga lopen. Daniel was nog in de tuin bezig. Het was niet heel laat, het was 7:30, 8:00 denk ik. Dus ik ben naar Daniel toe gegaan. Die was er aan het tuinieren in de tuin. En ik ben door de tuin gaan lopen. En iedere keer als er weer een wee kwam. Want inmiddels kon ik wel vaststellen dat het weeën waren. Dan ging ik stilstaan. En dan ging ik wiebelen. Zo wiebelen. Dat is een heel fijn. Echt heel fijn. Dat is echt aanraden. Volgens mij doet iedere vrouw dat automatisch ook wel uit nature. Zo even wiebelen tot die wee over is. En dan ging ik weer doorlopen. Dat waren nog niet echt pijnlijke weeën. Maar je voelde wel dat er echt iets. Dat die buik echt aan het naar beneden drukken was, doen dus zeg maar. Dus ik heb een tijdje door de tuin gelopen, terwijl Daniel was volgens mij in het gras maaien of de planten water geven. Ik weet niet eens meer wat hij aan het doen was. Oh nee, hij was een jacuzzi aan het verschonen. Ja, oh ja, dat moet ik ook nog even vertellen. Aangezien we hier buiten een jacuzzi hebben en ik het heel erg ontspannen vond om in mijn zwangerschap in het jacuzzi te zitten. We hebben er ook geen chloor of chemicaliën in gedaan, dus het is gewoon puur water. Heb ik toen wel Daniel gevraagd, goh, zou je de jacuzzi nog één keertje voor mij willen verschonen? Want dat was natuurlijk al een beetje vies geworden. De kinderen hadden erin gezeten. Ik vind het toch een fijn idee als ik weeën opvang. Of in ieder geval dat ik, als ik en het weeën opvang, dat ik in een schoon bad zit. Niet dat ik daarin wilde baren, dat is buiten. En ja, nou ja. Dat was niet helemaal het plan. Maar voor het opvangen van de weeën leek me fijn om in het jacuzzi te zitten. Met de veronderstelling dat ik daar de volgende dag in zou kunnen zitten. Om weeën eventueel op te vangen. Dus Daniel zei, ja, prima, ik ga dat bad wel verschonen. Dus hij is nou echt heel lang bezig geweest met dat bad te verschonen. Eerst al het water eruit. Toen heeft hij het helemaal gepoetst. Toen weer helemaal nieuw gevuld met nieuw water, warm water.
Dus daar is Daniel eigenlijk de hele avond mee bezig geweest. Terwijl ik door de tuin liep die weeën op te vangen. En op het einde werd ik toch wel een beetje moe. En toen ben ik op bed gaan liggen. Om een poging te doen te gaan slapen. Maar dat lukte dus niet echt. Omdat ik iedere keer wakker werd van de pijn van de weeën. Dus op dit moment begon het echt pijnlijker te worden. En hier kon je eigenlijk vaststellen dat de bevalling ging beginnen. Op een gegeven moment kwam Daniel ook naar bed. En die zei, schat, ik heb het jacuzzi helemaal klaar. Dus alles is helemaal klaar voor morgen. En ook morgenochtend kan Melissa ook weer de kinderen opvangen voor school. Dus het komt helemaal goed. En zo wilden we gaan slapen. Totdat eigenlijk Daniel wel merkte. Daniel die merkte van nee, dit gaat niet meer. En hij hoorde maar iedere keer weeën wegzuchten. En hij ging bijhouden op de telefoon hoeveel tijd daartussen zat. Ik wilde slapen. Dus ik was eigenlijk een soort van slapend de weeën aan het opvangen. En hij zei op een gegeven moment, schat, volgens mij heb jij om de 5 minuten weeën of niet? En ik had het niet in de gaten, omdat ik geen tijd had. Maar Daniel dus wel. Ik weet het niet. Weet jij het? Ja, zei hij. Ik hou iedere keer de tijd bij als jij begint te zuchten. Dus volgens mij heb jij echt weeën nu om de 5 minuten. Ik denk dat ik nu toch wel echt de verloskundige moet gaan bellen. En dat heeft hij toen gedaan. Ik weet even niet meer hoe laat dat was. Volgens mij om 10 uur 's avonds, 10:30. Schat ik. En om 12:15 kwam dus de verloskundige. Hij heeft toen ook... eerst gewacht tot de verloskundige er was. Toen kwam Chanella dus binnen, de verloskundige. Zij heeft gekeken of ik ontsluiting had. En ik dacht echt bij mezelf, oh please, laat er 1 of 2 centimeter zijn. Dan heb ik in ieder geval niet voor niks in die tuin die weeën staan opvangen. En ik had 5 centimeter. Dus ik was vet verrast, want dan ben je eigenlijk al op de helft. Omdat we dus die dag, die ochtend daarvoor, gewoon nog geen ontsluiting had. En de hele dag door toch het gevoel had dat er iets gaande was. In die tuin toch het gevoel dat ik weeën aan het opvangen was. En dan uiteindelijk maar al vijf centimeter ontsluiting had. Dus ik was heel blij. Normaal gesproken, als een verloskundige voor de eerste keer komt, bij mijn vorige zwangerschappen, was het nou, je hebt 1 centimeter, je hebt 2 centimeter. Is heel goed, kom straks nog even kijken. En dan gaat de verloskundige weer weg en dan komt hij later weer terug. Om te kijken hoe ver je dan bent. Maar nu had ik al gewoon 5 centimeter ontsluiting in de avond. Dus ze zei, nou Farah, je gaat vannacht bevallen. Je gaat vanavond of vannacht bevallen en morgenochtend heb jij een babytje. En met die gedachte was ik heel blij dat eindelijk het eind in zicht was. En dat het ging gewoon gebeuren thuis. Kinderen sliepen, alle drie, hartstikke in dromenland. Melissa stond paraat, Ina stond paraat, Chanella die was er. Batten werd vol, lieten ze vollopen. Alles was gewoon perfect. Dus ik was helemaal zen, jongens. Ik vind het ook stom soms. Ja, dat zeg ik ook tegen anderen. Als ik net met Melissa weer aan de telefoon. Soms voel je je heel erg bezwaard om te zeggen dat het goed was. Zeg maar, dat er niks geks was. Dat het goed ging. Maar het ging op dat moment gewoon heel goed. En daardoor voelde ik me ontzettend fijn, ontzettend relaxed, heel erg ontspannen. De kinderen waren goed verzorgd. Melissa die komt, Ina die komt, Chanella is er, Daniel is hier. Alles is goed. Ik ga thuis bevallen. Baby ging het goed in de buik. Had 5 centimeter ontsluiting. Dus alles had ik gewoon, yes, het gaat beginnen. Toen ben ik onder de douche gaan staan. Omdat ik merk dat staand wee opvangen is echt een aanrader voor iedere vrouw. Ja. Vanuit mijn persoonlijke ervaring probeer de weeën staand op te vangen. Ik heb ook met Luana en Lucella heel veel weeën opgevangen liggend op bed. Maar dat is zoveel meer pijnlijker dan dat je staat. Dus ik ben gaan staan onder de douche met warm water over me heen. En iedere keer als er een wee kwam, pakte ik de douchestang vast. En dan ging ik wiebelen zo. Alsof ik, zeg maar, in mijn gedachten, ik visualiseerde in mijn gedachten dat ik over de golven surfde. Ik kan helemaal niet surfen. Maar het idee dat ik over een golf ging surfen. En hoe pijnlijker de buik werd, hoe hoger de golf werd. En hoe minder pijnlijk de buik, want een wee is echt een golf. Het gaat heel heftig en dan zakt het weer af. Dus over die golf die ging. En die golf werd ook weer lager als mijn pijn van mijn buik weer minder werd. En daar ging ik iedere keer op focussen. Dus niet op de pijn, maar ik focuste me op de golf waar ik op stond. Ik zag mezelf gewoon op zo'n surfboard staan. Een bizarre beeld, maar goed. Ik zag mezelf op zo'n surfboard staan en ik ging daar overheen. En op die manier ving ik dus de weeën op. En op een gegeven moment zei Chanella, zal ik eventjes kijken hoe ver je ontsluiting al is. En ik zei van, ja, maar volgens mij schiet het helemaal niet op. Want in mijn beleving was de pijn nog niet zo heftig als dat ik me kon herinneren
van de vorige bevallingen. Dus ik zei tegen haar van, ik voel het nog niet zo heftig. Ja, maar ze zei, je doet het zo goed. Ze zei, ik kijk iedere keer naar je en je doet het zo goed. Je vangt de weeën zo goed op. En dat kan ik bijna iedere andere vrouw wel aanraden. Dat als je te horen krijgt van een andere vrouw, dat je het goed doet. Dan gaat dat heel diep. Dan gaat dat, tuurlijk, je man is ook heel lief als hij dat zegt. Maar ik weet niet, voor mij is dat een hele fijne bevestiging. Dat iemand anders tegen je zegt, je doet het echt heel goed. Ik werd daar heel zelfverzekerd van in ieder geval. Waardoor ik echt het gevoel kreeg, oké, ja, ik ben goed bezig. Dit gaat goed. Ze ging kijken hoeveel centimeter ontsluiting ik had. En ik had op dat moment, nadat ik onder de douche weeën had opgevangen, wel een tijdje. Ik weet niet hoe lang, een uurtje, twee uurtjes, ik weet het niet. Want ik had geen tijd in mijn besef. Maar ze zei, ja, je hebt 7 centimeter ontsluiting en vanaf nu gaat het echt snel. Zal ik je vliezen breken? En toen lag ik hier dus op het bed, dat kon je ook zien in de vlog. En op het moment dat ik dus een wee kreeg op het bed, we moesten eventjes wachten totdat ik weer een wee kreeg. En dan zit Daniel ernaast me en naast me lag Luxie dus gewoon te slapen. Dat zagen jullie ook in de vlog, dat Daniel zo deed in de vlog van, weet je, het gaat net goed allemaal. Luxie, af en toe bewoog Luxie namelijk. En Melissa stond er natuurlijk bij. Want Melissa die was hier echt voor Luxie. Als Luxie dan wakker zou worden, zou Melissa haar overnemen en meenemen, zeg maar, naar de kamer. Dus Melissa stond hier ook van, gaat ze wakker worden of niet? En dan zag je haar zo bewegen. Sliep ze gewoon weer verder. Terwijl ik hiernaast lag en dat mijn vliezen werden gebroken. Maar goed, we moesten wachten op een volgende wee. En de wee die kwam niet meer zo snel. Dus dat Daniel ook, door zijn zenuwen, maakt Daniel ook iedere keer van die grapjes. Nou jongens, zullen we nog eventjes gaan zwemmen met z'n allen? Weet je, als we even baantjes trekken, zoiets zei hij. Van die opmerkingen. En ik merkte steeds meer dat die soort opmerkingen die Daniel eigenlijk, dat is typisch Daniel, die Daniel iedere keer maakte, me steeds vervelender begonnen te worden. Omdat ik me niet goed concentreerde. Iedereen moest dan weer lachen, weet je wel. En ik ging weer uit mijn concentratie. Dus ik had zo, Daniel, niet van die grapjes nu, weet je wel. Dat gevoel had ik de hele tijd. Terwijl als ik nu dan achteraf de vlogbeelden zag, moest ik er zelf wel om lachen. Maar op dat moment even niet. Dus op een gegeven moment kwam toch de wee. En op het moment dat je dus een wee krijgt, dan blijkbaar zit er dan zo'n ballonnetje. Of is het vlies is gespannen. Waardoor Chanella dus met een speciaal prikkertje binnenin kan prikken. En dan prikt ze dus de baarmoeder open. Waardoor het water naar buiten stroomt. En dat heb ik bij alle drie de vorige bevallingen ook gehad. Het is niet vanzelf gebroken de vliezen. Maar de vliezen zijn altijd gebroken door verloskundigen tijdens een wee. En dan voel je zo al het water uit je buik lopen. Dat is heel gek, want het is heel warm water. Alsof het gewoon badwater is wat uit jouw buik loopt. Het is heel apart. En hun vangen dat dan allemaal op met matjes en verbandjes en dingetjes. Dat het op het matje blijft. En dan halen ze het weer netjes weg, zodat je bed niet vies werd. Mijn bed is ook gewoon niet vies geworden. Dus dat hebben ze heel erg netjes gedaan. Heeft Ina en Chanella hebben daarvoor gezorgd. Dus op een gegeven moment is dat water er dan uit. En dan voel je opeens je baby zitten. Je voelt dat lijfje in je buik. En je voelt het normaal gesproken ook wel. Maar er zit er water tussen. Als het water weg is, dan ligt dat babytje echt gewoon op jouw huid. Dus het was heel apart. Ik voel hem, zei ik ook. Was volgens mij de eerste wat ik in me opkwam. Ik voel hem. En hij ging dan bewegen. En dat zag ik nou veel beter dan dat dat water ertussen zat. En op dat moment worden weeën heftiger. Op het moment dat de vliezen zijn gebroken, dan kan je eigenlijk, tenminste, ik kan dan wel de klok erop gelijk zetten, dat dan het heftige stuk gaat beginnen. Dus ik bereidde me mentaal voor. Oké, ik heb de weeën aan alles opgevangen en dit is het laatste stukje. Dit gaat even pittig worden, maar ik focus me op de baby. Dat zat iedereen in me, iedere keer in mijn hoofd. Ik focus me op de baby. Niet op de pijn, op de baby. Waar je op focust, dat voel je. Dus als je focust op pijn, van, het doet zo pijn. Dan ga je mee in de pijn. Dan wordt die pijn echt nog erger. Dat is echt mijn eigen ervaring. Echt jongens, als je meegaat in die pijn, dan voel je de pijn heftiger. Dus je moet proberen juist je gedachten niet te focussen op de pijn, maar op hetgene wat je wil, wat je leuk vindt. Ik dacht dus aan de baby en toen met die weeën dacht ik aan die golf. Niet aan de pijn, maar aan die golf. Ik zag mezelf op het water, in de zee. En met die pijn voelde ik, de baby in mijn armen. Dat visualiseerde ik me. En op het moment dat ik dus eventjes weer de weeën had opgevangen, die hele heftige weeën had opgevangen onder de douche, zijn we uiteindelijk, wilde ik gaan zitten. Ik zei, ik moet zitten, want ik ben duizelig. En op het moment dat ik duizelig werd, dan krijg je een piep in je oren. Ik weet niet of vrouwen dat herkennen. Piep, gaat dan door je oren heen. Klinkt misschien een beetje gek als ik nu zo zeg.
En dan hoor je je oren, het geluid om je heen wordt anders, wordt holler. En ik ben wel vaker flauw gevallen tijdens bevalling van Luan. En ik ben wel eens wat vaker flauw gevallen als ik echt heel erg ziek was of zo. Dus ik weet hoe dat is, dat je flauw valt, wat er gebeurt voordat je flauw valt. Dus ik zei tegen Chinella, volgens mij ga ik flauw vallen, maar volgens mij ga ik flauw vallen. Dus ik wilde heel snel op de wc gaan zitten om niet te vallen. Dus ik liep vanuit de douche naar de wc en ik wilde op de wc zitten. En rustig, en Chinella zei, denk ik je ademhaling. Toen kwam Chinella dus met haar hulp om mij rustig te houden. Ik was heel snel aan het ademen. Ik ga flauw vallen. Ik ga flauw vallen. Rustig ademen. Zijn rustig. Denk je ademhaling in en uit. En in en uit. En toen ging ik weer op haar. Wat zij zei wat ik moest doen. Ging ik reageren. En ik ging weer rustiger ademen. Waardoor die piep weer wegging in mijn oor. En ik het geluid weer terugkreeg. Maar op dat moment wel weer zo'n hele heftige wee kwam. En die wee die was zo heftig. En ik zat op die wc. En ik had het gevoel van dat hoofdje wil eruit. Maar ik zit op die wc. De deksel was dicht. Dus ik wil volgens mij, ik weet het niet eens meer of die deksel open of dicht was. Ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, ik had het gevoel, ik wil weg. Want ik wil staan, ik wil iets doen. Dus, wat gebeurde er? En hier ging het mis. Hier ging het vreselijk mis. Ik wilde van die wc af. Dus ik plofte met mijn knieën op de grond. En ik sloeg mijn armen voorover op de badrand. Ik zal het zo nog even laten zien. En wat deed ik nou? Ik drukte het knopje van het bubbelbad aan. Er was meteen het hele harde geluid wat kwam. Dus ik schrok. En ik dacht, wat is dat? Oh nee, ik druk het bad aan. Daniel die heeft dus met speciaal plakband die gaatjes van dat bubbelbad dichtgeplakt met speciaal tape. Maar doordat dat aan werd gezet, spuiten die tapes open. Waardoor al het vieze water wat nog in die leidingen zat, in het bad kwam. Ik had het bad helemaal ontsmet en schoongemaakt vanaf 37 weken. En ik had gezegd tegen de kinderen, jullie mogen nu niet meer in bad. Omdat ik graag wil dat het bad schoon en steriel blijft voor als ik ga bevallen. Want ja, vanaf 37 weken mag je thuis bevallen. Dus het kon vanaf dat moment ieder moment gebeuren. Dus toen zijn ze ook niet meer in bad geweest. Toen zijn ze altijd onder de douche geweest. Niet aan gedacht dat dan het leidingwater weken stilstaat wat nog in die leidingen zat. En dus blijkbaar vies is geworden. Ze hadden het bad helemaal mooi schoongemaakt, goed gevuld, perfecte temperatuur en het hele bad was vies. Er kwam een soort vies, bruin, troebelig spul uit die leidingen en het hele bad was vies. En op dat moment had ik persdrang. En ik had al een persdrang gehad toen ik zo op die grond viel. En de persdrang is echt voor degene die denkt, waar heb je het over? Je lichaam gaat dan zelf, uit zichzelf, dat doen, zeg maar, persen. Dat doe je zelf niet, tenminste, ik doe dat zelf niet. Bij mij, het gevoel dat ik dat niet zelf doe. Misschien hebben andere vrouwen ervaren dat anders. Maar ik heb het gevoel dat ik dat zelf, ik kan dat niet tegenhouden. Dat is iets dat gaat uit jezelf. Ga je op een gegeven moment, is jouw lichaam klaar om de baby geboren te laten worden? Dan zijn de weeën genoeg geweest voor de baby eruit te drijven, zeg maar. En dan komen dus de persweeën. Dat is echt al laatste stukje van de bevalling. Wel het heftigste stukje, pijnlijkste stukje. Maar wel het stukje van, oké, we zijn er bijna. En die persdrang die is eigenlijk bijna niet te stoppen. Dus ik kreeg persdrang. En als je persdrang hebt, dan gaat het baby er bijna uitkomen. En ik wilde in bad bevallen. Maar dat hele bad was vies. Echt vies. Daar kan je niet in zitten. Daar kan je zelfs niet in schoon worden. Dus laat staan een baby ingeboren worden. Dus Chinella zei, Farah, het gaat hem niet worden. Je kan niet in bad bevallen. Je moet nu naar het bed, want je hebt persdrang. En ik zat met mijn handen nog zo op die badrand zo. En ik dacht bij mezelf, nee. Ik kan niet zo zijn dat deze bevalling ook in het water valt, mijn badbevalling. Ik wil zo graag een badbevalling. Ik heb zo vaak in het bad, visualiserend in het bad gezeten toen ik nog zwanger was. Van, hier ga ik straks bevallen. Dit is wat ik straks ga doen. En hier ga ik straks persen. En hier ga ik jou straks op mijn borst leggen. Dat is echt mijn visualisatie geweest. Ook echt een aanrader. Visualiseer hoe je je bevalling wilt hebben. Hoe het in je hoofd, laat het in je hoofd iedere keer afspelen. Dat helpt ook echt mee met het stukje realiseren van hoe je het graag wilt. Dus toen ik daar op die grond lag en Chinella zei, je gaat niet een bad bevallen, want het bad is vies. En we hebben geen tijd meer om het bad leeg te laten lopen en opnieuw te vullen met schoon water. Want je hebt persdrang. Dus je baby gaat nu geboren worden. Je moet nu naar het bed toe. En ik zei,
Nee. Ik dacht bij mezelf, nee. Laat dat bad leeglopen, En snel, Daniel was er ook gelukkig bij. En Daniel heeft die stop eruit getrokken. Dat water liep als een gek weg. Je kunt hem ook een beetje opendraaien. Maar hij heeft die hele stop eruit getrokken. Waardoor het water heel snel wegliep. En hij zei, we gaan twee sproeiers gebruiken. Dus we zetten de badsproeier aan, de badkraan aan. En hij pakte de sproeier van de douche. Hij zei, dan gaat het twee keer zo snel. En toen ik Daniel dat hoorde zeggen, toen dacht ik, er is hoop. Ja, ja, er is hoop. Toen Daniel dat zei, dacht ik, wel, ik ga wel een bad bevallen. Ja, dan zie je wel, Daniel doet het twee keer zo snel. Hij kan het, hij, alsjeblieft. Dus hij zette die kranen allebei keihard aan. En die stop, die trok hij eruit. Echt lang leven dat Daniel in de buurt was, jongens. Want echt... Oh, ik had niet zonder hem gekund op dat moment. Dus Chanella en Ina die gingen met Daniel mee. Die dachten, oké, Daniel, als jij zo van overtuigd bent dat jij dat bad op tijd kan vol laten lopen, dan gaan wij jou helpen. Dus Ina en Chanella gingen hem helpen om dat bad zo snel mogelijk weer vol te laten lopen. En terwijl dat gaande was, zat ik nog steeds zo op de badrand en was mijn persdrank gestopt. En Chanella zei tegen mij, Farah, hou jij nou jouw persdrank op? Ik zeg, nee, ik hou niks op. Ik heb geen persdrank meer. Ik hou niks op. Blijkbaar is het mentaal, gaat jouw hoofd bij mij dan, mentaal, was er een knopje omgegaan, waardoor die persdrank, die normaal gesproken niet te stoppen is, die stopte. En op het moment dat het bad dus weer enigszins vol begon te lopen en ik erin mocht, was ik zo opgelucht. Zo opgelucht. Maar ik had op dat moment geen persdrang meer. Geen weeën meer. Alles was gestopt. Ik zat dus uiteindelijk wel in bad. Met Ina, met Chanella en met Daniel om me heen. In bad. Klaar voor de bevalling. Alleen, er was geen wee meer. Er was geen persdrang meer. Er was niks meer. En daar lag ik in bad. En nu? De Chanella zei, Farah, volgens mij moet jij weer terug in jouw bubbel. Ik was zo scherp weer opeens. En hun stonden echt op het bad, om het bad heen te wachten. Ze stonden allemaal te wachten, maar er gebeurde niks meer. En Chanella zei, volgens mij moeten wij even met z'n allen weg. Luxie die was nog steeds in het slapen. En Melissa die zat hier op bed met de deur dicht met Luxie. Zodat Luxie niks kon horen. In ieder geval minder kon horen. Dus die was weg. En toen zei ze, kom, we gaan allemaal eventjes naar de slaapkamer. Zodat Farah even zelf weer in haar kokonnetje kan. En het weer op gang kan komen. Dus iedereen ging de badkamer uit. En op een gegeven moment, Ina was weg. Chanella was half weg. En Daniel, die liep al helemaal op de gang. Ik hoorde hem op de gang lopen. En de persdrank kwam meteen weer terug. Ik had meteen weer, oh, dat persdrank, oh. En ik riep keihard, Daniel, terugkomen! Heel hard. Dat hij, Luxie slaapt. Oh ja, Luxie slaapt. Dus Daniel komt aan. Die zegt niet zo hard. Ik zeg, ja, je mag niet weggaan. Niet weggaan. Want hij gaat komen. Ik denk, het gaat me niet gebeuren dat ik straks in bad lig. Dat hij geboren wordt. Terwijl niemand erbij is. Dus ik heel hard roepen, terugkomen! Dus Daniel die kwam terugrennen. En toen had ik dus meteen die persdrang. En Ina en Chanella en Daniel stonden er weer bij. Om mij bij te staan. Met persen. En ik moet zeggen dat de persdrang in het water. Tuurlijk, het is pijnlijk. Het is nog steeds pijnlijk. Maar het is wel veel verzachtender, zeg maar. Je kunt de pijn beter opvangen. Omdat je totaal ontspannen bent in bad. Gewichtlozer bent in bad. En ook denk ik omdat mijn lichaam al wat weker was geworden. Door het warme water. Ook door de douche. Door het warme water en door het vele staan. Waardoor de baby al echt wel heel goed beneden zat. Hij zat echt al, zeg maar, voor de poort. Zoals Daniel het zegt. Dus op het moment dat ik ging persen in bad en ik voelde, je voelt dan zeg maar dat hoofdje daar doorheen, vrouwen onder ons, dat voel je branden. Maar het was oké. Ik wist vanuit de vorige zwangerschappen, dit doet pijn. Maar op het moment, als je pijn hebt, hè, dat is vaak als we ergens pijn hebben of je brandt je ergens, dan schrik je terug van de pijn. Dan wil je het niet, dan wil je er van weg. Dat heb ik met de vorige bevalling ook heel erg gehad. Op het moment dat hoofdje er doorheen komt, dan schrik je van de pijn en dan doe je juist, dan ga je er tegenin. Maar ik wist van als ik dat doe, duurt het nog langer. Want dan trekt het weer een beetje terug en dan is dat rotgevoel, dat blijft. Dat gaat niet weg, dat wordt alleen maar erger als ik doe. Dus ik dacht, nee, als ik die pijn voel, ga ik juist nog harder meepersen. Want dan is het gevoel dat hoofdje dat zo staat, is eerder eruit. Dan ben ik er eerder vanaf
dan dat ik juist auw ga zitten doen, zeg maar. Dus op het moment dat dus dat hoofdje eruit kwam, perste ik heel hard mee. Waardoor dat hoofdje eruit kwam en Chanella zei, ja, hartstikke goed. En het laatste stukje voelt het hoofdje eruit komen. Dat is alleen het hoofdje, dan moet het schoudertje nog. Dus ik voelde eerst een eerste schoudertje en dan komt het andere schoudertje ook. En daarnaast komt het hele lichaampje er gewoon uit. En in het water heeft ze ook zo zelf aangepakt met Chanella erbij op mij gelegd. En dat was zo'n magisch fijn moment. Je voelt meteen dat warme lichaampje. Hij hoefde niet te huilen. En mijn branderige gevoel was ook eigenlijk vrijwel direct weg in het water. En ik hoorde zelf nog wat reacties onder de vlog van, goh, wat kun je dat goed zonder geluid. Maar uiteraard, jongens, met dat stukje persen heb ik heel veel geschreeuwd om het uit te persen. Nou, geschreeuwd, gebruld, ik weet niet eens meer. Maar ik heb dat in de vlog weggelaten. Heb ik het geluid uitgezet om het natuurlijk ook, ik weet ook dat de kinderen naar kijken. Ik weet ook dat mijn eigen kinderen er naar kijken. En die horen, die hoeven die oerkreet die al wij vrouwen kennen. Die hoeven dat niet zozeer te horen, omdat ik ze daar niet door wil afschrikken, zeg maar. Dus ik heb dat geluid weggehaald en de muziek gewoon harder aangezet. En op het moment dat hij werd geboren, het geluid gewoon weer teruggebracht. Om het natuurlijk ook wel zo te laten zien dat ik geen schokkerende beelden of zo heb, zeg maar. En dat het gewoon een mooie bevallingsvlog wordt. Maar uiteraard heb ik het persen heb je echt wel kunnen horen. Want daarvan is Luxie namelijk wakker geworden. Op het moment dat ik een persdrang had en ik dus Lucius eruit perste. Op dat moment werd Luxie wakker. En het eerste wat zij zag was Melissa die naast haar zat. Ze hoefde niet te huilen. Het was meteen goed. Dus ik ging meteen Melissa knuffelen. En Melissa zei, alles is goed. En mama heeft babytje gekregen. En konden jullie ook zien in de vlog. Dat Luxie toen nog even bij het bad mocht komen kijken. Naar mij. En Lucius die net op mijn buik was gelegd. Ze was een beetje ontdaan. Want het was natuurlijk midden in de nacht. 3 uur 's nachts. En ze zag mij liggen met Lucius op de buik. Het was natuurlijk heel gek. Melissa daarnaast. En Ina en Chanella erbij. En papa erbij. En dat was voor haar natuurlijk een beetje raar. Dus ze was eerst een beetje... Ja, ze vond het wel allemaal heel leuk en interessant. Ze vond de baby ook heel lief. Maar ja, daarna kon ze ook niet meer terug slapen. Wat logisch is natuurlijk. Dus heeft Melissa Luxie meegenomen naar de woonkamer. En ze is daar een tekening gaan maken voor de baby. Samen met Luxie. Super lief. Wat Luxie dus later in de vlog ook aan mij geeft. Toen Ina Luxie aan mij liet zien, zeg maar. Wat jullie ook hebben gezien in de vlog. Dat had ze dus samen met Melissa gedaan. Net nadat ik dus die persdrang had gehad. En Lucius was geboren. Dus ook heel erg fijn. Dus dat Melissa in huis was. Om Luxie ook op te vangen. Sommigen van jullie zeiden ook, waarom heb je Luxie toen niet op haar eigen slaapkamer gelegd? Omdat wij het gevoel hebben dat als we haar hadden verlegd naar haar eigen bed, dat ze dan juist wakker was geworden. En we haar dus veel langer wakker hadden dan dat wat nu was gebeurd. En ik denk dat per ieder kind en iedere ouder dat zelf het beste kan inschatten naar hoe de situatie op dat moment is. En wij vonden allemaal het beter om haar gewoon te laten liggen. En mocht ze wakker zijn, Melissa erbij zat. In plaats van haar al heel vroegtijdig weg te leggen met grote kans. Want Luxie wordt dan vaak toch wel een beetje wakker. Haar dus wakker te maken en dat ze niet meer in slaap kon komen. En we de hele tijd met Luxie zaten. Dus dat was een beetje de reden. Luan en Lucilla hebben dus overigens nergens wat van meegekregen. Ja, Luan zei wel, dat hij om 4 uur nog naar de wc was gegaan. Maar of dat echt zo is, dat weet ik niet. Want we hebben hem allemaal niet gezien die nacht. Dus ik weet niet of hij dat nou... denk dat hij dat had gedaan of dat echt zo is. Maar hij had in ieder geval helemaal niks gemerkt. En Lucilla ook niet. Dus dat zag je ook zo leuk in de vlog. Van dat ze 's ochtends kwamen. Lucilla die hoorde Lucius huilen. En die dacht dat dat Luxie was. En vaak komen ze er wel op af als het wat langer huilt. En ze denkt, oh, hè, misschien is mama er even niet of zo. Dan gaat ze even naar Luxie toe om te kijken wat er aan de hand is. En dat wou ze dus doen. Ik had op dat moment dus niet de camera aanstaan. Want ja... wist niet dat ze ging komen. Dus dat eerste spontane moment dat Lucilla Lucius zag, hebben we dus niet in de vlog. Ik heb hem vlak daarna aangezet. Toen jullie zagen dat Lucilla Lucius vasthield. Toen heb ik hem wel aangezet. Maar dat eerste moment kwam ze hier en toen... zei ze... de baby! Dat is zo schattig. Dit was dus de baby die huilde en niet Luxie, wat ze dus dacht. Dus ze was helemaal verrast en daarna helemaal gesmolten natuurlijk toen ze hem in de armen mocht houden. En toen zei ik ook van ja, ik ga ook echt even Luan uit bed halen. Want die sliep echt als een roosje gewoon.
Omdat ik hem ook echt dat momentje wilde gunnen voordat hij naar school ging. Dat hij nog even lekker kon knuffelen met zijn broertje. Maar Luan had ook echt helemaal niks in de gaten. En ook jullie zagen het in de vlog. Het was zo'n lieve reactie. En mijn eigen hart smolt ook toen hij wakker werd. En het eerste wat hij zag was mijn lege buik. En mij met de vlogcamera. Ja, ik maak hem natuurlijk eigenlijk nooit wakker met de vlogcamera op zijn neus. Dus toen had hij al meteen het linkje van... Buik leeg, mama met een camera hier. Oké, de baby is geboren. En hij kon het niet geloven. En hoe die ook zo hard rende. En het was ook wel heel leuk. Want hij rende heel hard door die gang heen. En ik net bevallen, ren hem dus achterna. Op dat moment dat ik rende, dacht ik kan helemaal niet rennen, want ik ben net bevallen. Maar goed, ik wilde zo graag bij hem zijn om zijn eerste indruk te kunnen zien. Voordat ik nog eens aankwam shocken, zeg maar. Dus ik rende hem met een klein sprintje wel achterna. Dat is een poppie. Is je weer wakker geworden? Misschien kunnen we even drinken. En dat eerste moment, dat hebben we dus ook, hebben jullie dus ook kunnen zien in de vlog. Omdat hij dus toen zijn spontane reactie kon filmen. Even dit graag ook af. Nee, heb jij honger? Hoppatee. Zo. Dan gaan we jou eventjes uit de doek halen. Zo. En dan zat jij wel lekker in. Heeft hij echt goed in geslapen. Vanaf vanochtend. Wel een tijdje. Ja, ik weet niet hoe laat het is. Het is nog steeds ochtend. Maar goed, vandaag besteden we even wat aandacht aan het bevallingsverhaal. Mocht je zoiets hebben, al mijn kind vindt dat hele bevallingsverhaal niet interessant. Kijk lekker een andere vlog. Een leuke speelvlog of zo. Een vakantievlog. Er komen sowieso weer heel veel leuke vakantievlogs aan. Gewoon vakantievlogs hier. Maar misschien ook ergens anders. Maar dat gaan jullie vanzelf zien. Dus er komen weer genoeg leuke speelvlogs aan met de kinderen. Maar vandaag is het even nog het bevallingsverhaal. Mamietje? Heb jij honger? Heb jij honger? Nou. Toeschietreflex, die doet het goed. Nou, ik doe het doekje hier. Zo. Goh, om drinken. Heb je zo dorst? Of honger? Kan allebei. Dus zo ging het eigenlijk uiteindelijk toch nog goed met de badbevalling. Bijna geen badbevalling. Omdat het water zo vies was. Door die leidingen. Die ik bij mijn eigen stomme hoofd zelf heb aangedrukt. Doordat ik erop ging hangen op dat knopje van die badrand. Door mijn persdrang. Uiteindelijk toch het badbevalling. Ik ben er zo dankbaar voor. Dat we het toch hebben kunnen doen met z'n allen, met de ontzettend lieve mensen om me heen. Een vertrouwde omgeving, de kinderen die gewoon hebben kunnen doorslapen. En thuis waren in hun eigen vertrouwde omgeving. En meteen eigenlijk net na de geboorte, nog een uur, anderhalf uur na de geboorte, al meteen hun broertje in hun armen konden sluiten. En hebben kunnen knuffelen met z'n allen heel lang op het bed. We hebben een heel lang privé momentje gehad met z'n allen op het bed. Voordat de kinderen naar school zijn gegaan. Tuurlijk waren ze 's ochtends niet op tijd. Maar dat vond de juffrouw helemaal niet erg. Dat was een goede reden. Natuurlijk, want een broertje was geboren. Dus we hebben echt een heel erg fijn privé momentje nog gehad. Voordat ook opa en oma en andere kraamvisite kwamen. En gewoon een nieuwe dag weer aanbrak, zeg maar. Weer begon. Nou, dat was dus mijn bevallingsverhaal. En ik hoop dat jullie dat leuk vonden om even zo te horen. Dankjewel ook voor al jullie felicitaties die jullie hebben gegeven. En jullie lieve berichtjes en reacties die jullie hebben gegeven op de bevallingsvlog. Dat jullie het heel erg mooi vonden hierbij, ook hierbij te mogen zijn door middel van onze vlog. Kijk dan. En uiteindelijk komt er zo'n klein krummeltje uit. Dat is toch ongelooflijk, jongens. Dat dit gewoon... Oh, kijk. Dat werkt goed. Het werkt goed, hè? Ja, was dat een poepie? Ja, kijk. Slapen, drinken, poepies doen... Weer slapen, drinken, poepjes doen. Weer slapen, drinken. Dat is eigenlijk het enige wat een newborn baby nog maar doet, jongens. Heel veel slapen. Liefie? Hopen dat jullie ook een hele fijne zomervakantie gaan beleven. Geniet vooral gewoon met het vooral met elkaar zijn. Maakt niet uit waar je bent. Alsof je of je nou aan de andere kant van de wereld zit. Naar Ibiza op vakantie gaat. Of je gaat naar de camping bij jezelf ergens in het dorp. Maakt niet uit waar je bent. Of dat je lekker thuis blijft. Wij hebben ook wel echt wel tijd dat we thuis zijn. Geniet er gewoon van. Of het nou regent of de zon schijnt. Heb het gewoon gezellig met elkaar. Dat gaan wij ook doen.
Ja. En ik ga hem even schoonen bij je aan. Nou, ik heb hem weer lekker verschoond. Kijk, zo'n klein lief krummeltje het nog is. Trouwens, nog steeds maatje 44. Ik zie trouwens dat hij nog een klein beetje ontstoken oogjes is het nog niet echt. Maar van die slaapbare oogjes heeft. Dat hebben best wel veel pasgeboren baby's. Dat komt omdat de traanbuisjes dan niet helemaal goed doorlopen. Dus dat maken we iedere keer mooi schoon met een gaasje. Wat ook heel goed helpt is moedermelk een beetje opsmeren. En dan trekt dat vanzelf weer weg. Liefie? Ja, kijk dan. Nou, hij is weer helemaal voldaan. Hij heeft weer lekker gegeten. Lekker schone luier aan. Ja, dan gaan we even knuffelen. Oh, schatje, je bent zo lief. Je bent zo lief. Oh, ik heb net een schone luier aan gedaan. Dat gebeurt me nou vaker. Heb ik net een schone luier aan gedaan en dan is de luier weer vies. Maar dat is juist alleen maar goed, hè. Verschonen doen we met alle liefde, hè. Ja, met alle liefde, hè, met die billetjes. Die kleine billetjes. Oh, zo schattig. Kijk dan. Hij vindt licht ook heel mooi. Als hij in het raam is, kijkt hij ook altijd naar het licht. Heel veel baby's doen dat. Naar het licht kijken. Dat kunnen ze goed zien. Voor de rest kunnen ze nog maar vanaf 20 centimeter afstand naar je kijken. Dus nu kan hij mij zo zien. Maar hij kan jullie zeg maar niet meer zien. Alleen ziet er wel licht. Zo. Dat wel. En de eerste sprong, dat is pas over een paar dagen. Ik weet niet, moet ik even in de app kijken. Ik heb natuurlijk weer de Oei Groei app. Die heb ik weer. Nou, die heb ik nog steeds op mijn telefoon af en af Luan. En die gaan we straks weer gebruiken. We gaan weer kijken wat voor sprongetjes het helemaal doormaakt. In ieder sprongetje kan hij weer wat meer. Zo leuk. Dan gaan we dat helemaal bijhouden. Luan en Lucilla die vroegen er al naar. Van, oh, heeft hij alweer een sprongetje? Die kunnen dit nog herinneren van Luxie. Dan gaan we straks ook weer met jou bekijken wat je allemaal kan. Dan gaat hij op een gegeven moment zijn handjes ontdekken. Hij gaat meer afstand kunnen zien. Hij kan scherper dan steeds meer zien. Zijn hersenen kunnen steeds meer bevatten. Nu heeft hij bijvoorbeeld nog niet in de gaten dat dit zijn hand is. Dat snapt hij nog niet. Dat moet allemaal nog komen, hè. Hij moet allemaal nog ontwikkelen. Hij is natuurlijk wel helemaal ontwikkeld qua lichaampje in de buik. Maar hij is nog niet helemaal ontwikkeld met wat de hersenen allemaal kunnen. Dat is gedurende het eerste jaar. En daarvoor heb je dus de Oei Groei app. Voor degene die denken, waar heb jij het over? Maar kijk maar eens, Google maar eens. Oei Groei. Die houdt namelijk allemaal alle sprongetjes bij. Dat is voor iedere baby in principe hetzelfde. We gaan dezelfde ontwikkelingen door. Of we allemaal meteen hetzelfde doen, is een ander verhaal. Maar baby's kunnen in principe rond eenzelfde bepaalde leeftijd kunnen ze dingetjes meer. En het is dan een beetje aan de baby of ze het ook echt gaan gebruiken of niet. Of dat pas in een later stadium komt. Maar daardoor kunnen ze altijd een beetje uit hun doen zijn. Een beetje hangerig, een beetje surderig. Omdat ze natuurlijk opeens weer een hele andere wereld om hem heen zien. Wat ze voorheen nog niet konden zien of ervaren. En daarvan kunnen ze wel eens uit hun doen zijn. En als je als moeder weet wat er dan in dat koppie omgaat. Dan kun je hem heel erg goed helpen en daarin troosten. En ook juist stimuleren bepaalde dingen wat hij dus zou moeten kunnen. Helpen hem dat ook echt te laten kunnen doen. Ik zeg het heel apart, maar je snapt wat ik bedoel, denk ik. Maar dat is nu nog niet aan de orde. Daar zal ik misschien wel tegen de tijd wat meer over vertellen. Dat is echt, ik vind dat zelf altijd super interessant en leuk om te zien hoe dus die ontwikkeling gaat. Maar voor nu gaan we gewoon heel veel knuffelen. Oh, kijk dan hoe klein hondje. Kijk, ik zal hem even een beetje uitzoomen. Ik kan zo genieten van dat kleine nog, omdat dat kleine gaat zo snel weg. En hij is nu net 3 kilo. Dus hij was toen hij werd geboren 2940 kilo. Dus hij is nu net boven zijn geboortegewicht. Maar dan nog is hij het kleinste babytje van alle babytjes die ik heb gehad. Ook kleiner nog dan Luxie. Luxie was wel wat kleiner toen Luxie werd geboren. Maar Luxie die zat niet zo lang in de buik als dat hij heeft gezeten. Dus ze hebben even gekeken naar haar groeilijn. Ze zeiden van nou, als Luxie net zo lang in de buik had gezeten als dat Lucius in de buik had gezeten. Was Luxie al groter geweest dan dat Lucius nu is. Luan en Lucilla waren sowieso wat groter. Dus hij is wel het kleinste babytje tot nu toe. Dus dat is wel heel erg leuk en bijzonder om te weten. Maar hij doet het heel goed, ook al is hij klein.
klein maar fijn. Meisje, of jongen, meisje. Ik moet er wel even aan wennen hoor. Ik zeg heel vaak poppetje. Omdat ik dat bij Lucilla en Luxie heel erg ben gewend. Omdat dat mijn meiden poppetjes zijn. Dit is ook wel een poppetje moet ik zeggen. Maar ik moet nog even wel aan denken dat ik niet meisjes zeg. Dat ik dat gewend ben van Luxie als baby. Maar het is een klein manneke. Klein kereltje. Een klein feintje. Ja, moeten we ook nog even aan wennen. Hè? Een kleine jongen. Zo schattig. Dat is mama. Ja. Lekker knuffelen. Vindt hij fijn. Aanraking vindt een baby zo fijn. Vindt ze zo fijn. En vindt het ook zo fijn als Luan en Lucilla en Luxie hem aaien. En knuffelen. En geniet er helemaal van, hè. Hier kan ik het dus wel even laten zien wat er dus gebeurde met het bad. Hier zie je dus het bad waar ik in ben bevallen. En ik zat dus op de wc daar. En ik viel dus op dit knopje. En doordat ik hier opdrukte, zo met mijn armen, gingen dus de bubbeltjes aan. Door het plakband heen. Het plakband schoot eraf. En alle bubbeltjes die gingen aan. En al het vieze leidingwater ging er dus in. Doordat ik dus zelf met mijn stomme schuld eigenlijk, was mijn eigen fout, dus op die knop drukte van dat bubbelbad. Yeah. Maar gelukkig is het goed gekomen. En is deze man heerlijk hier bij het bad ter wereld gekomen. En nu ook weer, als we hem s'avonds gaan, gaat hij nu mee in het badavondritueel, zeg maar, proberen we. En als hij dan in bad zit, ik mag hem niet in bad, omdat ik nog vloei, zeg maar. Ja, pas als ik niet meer vloei, mag ik in bad of in het zwembad of wat dan ook. Maar wel met de kinderen gaat hij in bad. Dan ligt hij in de arm van Luan of in de armen van Lucilla. En dan is hij weer helemaal hetzelfde als wat hij ook was toen hij net geboren werd. Alsof hij meteen weer herkent van, oh ja, mijn lekkere warme plekje. Hier kwam ik uit mama's buik. En liefie? Ah, kijk dan. Zo lief. Maar waar wij natuurlijk allemaal ook nog even een klein beetje benieuwd naar zijn, is hoe is dit hele bevalling, de badbevalling, geweest voor Daniel? Ik ben heel benieuwd. Hier is hij, schatje. Jouw zoon. Hallo, vriendje. Hallo. Kijk dan. Ja. Mannen en baby's, jongens. Dat is kerstfest. Toch om te smelten. Kerstfest. De kerstfeste zo. Ja, want ik zei al van, hoe was dit nou voor jou? Want ja, weet je, voor mij heb ik het net wel verteld. Maar hoe is het nou voor een man om er bij zo'n badbevalling tussen al die vrouwen? Dan zal ik maar gewoon tegen Luusjes praten, zal ik het tegen hem vertellen. Ja, ja, gezondheid. Ik vond de 9 maanden dat jij in mama's buik woonde verbijsterend. En mama was heel mooi zwanger en heel gelukkig. En straalde elke dag van geluk. Dus jij was een prachtige zwangerschap. Baby. Ja, en jouw geboorte ging eigenlijk ook heel erg mooi. Je kwam een week voor de zomervakantie uit mama's buik. En ik vond de thuisbevalling heel ontspannend gaan. Lekker in het lichtbad. En ja, eigenlijk een thuisbevalling om van te dromen. En natuurlijk heeft mama best even wat stuwingen en hoe noem je dat? Persdrang gehad. Maar eigenlijk toen je in het warme bad lag met mama, was het daar de heftigste pers bij gelukt, dat je om 2:50 straks in ons lichtbad, lekker warm in het water, met mama en mij in ons gezin kwam. Ja, maar ik weet nog wel dat ik heel erg in mijn weeën zat, zeg maar. En jij iedere keer van die typisch Daniel grapjes maakte. Mm-hmm. En ik op een gegeven moment zei, jullie gingen weg, maar dat ik riep, Daniel, hier komen, maar wel stil. Dat hoorde ik ook nog van de verloskundige. Ja, ik wilde wel dat je erbij was, maar je moest niet iedere keer gaan praten tijdens mijn weeën en die grapjes maken. Hoe kwam dat voor jou? Want ik was echt eventjes, ja, nou, hè, zwangere vrouwen of vrouwen die een bevalling hebben gehad, die weten denk ik een beetje wat ik bedoel. Als eenmaal een zwangere vrouw iets wil, dan kwam er heel bot uit, maar iedereen had denkt, oké, moet alles stil zijn. Hoe was dat voor jou dan? Voor mij was het natuurlijk, als man voel je toch altijd een beetje machteloos, want je staat erbij en je kijkt ernaar, vind ik persoonlijk. En natuurlijk zei Ina en ook Chanella van Daniel, ook jij hoort erbij. En je bent net zo belangrijk hierbij als ik. En ja, op dat moment was ik gewoon even stil en gehoorzaam. En volgde ik op wat verre wensen. Ja. Om jou zo comfortabel mogelijk. Ja, ik had het echt niet zonder jou naast me kunnen hebben. Want ik weet nog dat toen jij wegliep bij die gang, dacht ik echt van, nee, waar is die nou? Je mist toch, ondanks dat Daniel niet echt iets doet, zeg maar,
is de aanwezigheid is wel heel erg belangrijk. Ja, en ik had s'avonds dat hele bubbelbad buiten verpest. Ja, jacuzzi heb ik niet meer in gezeten. Dat regen. Ik zei, moet dat nou ja echt doen? Dan kan ik daar morgen de regen op. Ja, morgen. Dus ik was best wel gaar. Van 5 uur met het bad bezig en 2,5 uur leeglopen. 2,5 uur vullen. Dus ik was eigenlijk wat moe en ja, heel volgzaam prima. Ik ga hier gewoon op de pot zitten met de camera. En het meebewoond en ook meebeleefd. Maar ik moet zeggen, je kijkt er wel heel mooi op terug. Natuurlijk, je bent zo'n hele nacht wakker met z'n allen. Dat je me de volgende ochtend wel even voelde. Van zo, een nachtje overslaan ging vroeger best goed. Maar hè, nu met 3 andere fantastische kindjes erbij was dat wat heftiger. Maar je bent wel in alle rust geboren toen je broer en zussen wakker werden. Ja, de reacties die je gezien, hoe verliefd ze gelijk reageren. Ja. Het is een heel compleet gevoel. En ik moet zeggen, Lucius, je doet het fantastisch. Je bent een heel tevreden ventje. En papa is ontzettend dankbaar jouw papa te mogen zijn. Kijk, dat jongste zoon. En natuurlijk ook lieve Luxie en Lucilla en zorgzame broer Luan. Ja. Die het allemaal zo graag meehelpen. Je moet eigenlijk allemaal een beetje knokken om aandacht van, ik wil een flesje geven, ik wil een bakje. Ja. Ik wil met hem een bakje. Ze willen allemaal met hem knuffelen. Ja. Dat is alleen maar een heel fijn teken. Dus we hopen dat je heel erg geliefd voelt, Lucius. Of als je het later terug ziet en groot bent en terugkijkt van, oh ja, dat was mijn kraamweek. En die zit er nu op. Ja, dan weer leuk en nu de vakantie. Ja, want de regen voor zomervakantie zet alweer wat leuke belletjes aan. Lucius gaat ook mee. Ik moet ook straks even kijken hoe dat we de Maxi Cozy. Ja, en de auto zitten. Welke stoel kiezen wat zijn plek wordt. Ja. Wordt het tussen Lucilla en ja, maar even kijken hoe die... Hij moet achterstevoren rijden, hè? Dat Luan in de cockpitstoel kan navigeren. Of is het tussenin? Nou, dat gaan we kijken. Ja. Maar gaan ook gaan jullie allemaal meebeleven, jongens. De zomervakantie wordt weer heel leuk. Ga niet... naar Hongkong of naar China of naar Verwegistan toe. Dicht in de buurt. Dicht in de buurt. Genieten van ons. En ook lekker thuis. En ook heel veel thuis. Wat we hebben gecreëerd. Hè? Waar we ook ons ontzettend gaan vermaken. Maar wel heel leuk. Dus we gaan zo even kijken waar we jouw Maxi-Cozy gaan zetten. En dan gaat mama de tas inpakken. Ja, morgen zijn we nog 1 dag thuis. Dus morgen wordt het een grote impactdag. Zondag gaan we iets doen. Zondag gaan we iets doen. Voor een secret mission. Geheime en missie. Dan blijven we ergens logeren. Waar heb ik net voor gebeld? Dat is ook nog niet duidelijk. Nee, we doen alles een beetje op de valreep. Omdat we natuurlijk we komen niet, de kraan mee. We konden niet... Ja, we konden dit niet plannen. Omdat we natuurlijk... ik was zwanger en wist niet wanneer we zouden uitgerekend zijn. Wanneer de kraamweek afgelopen is. Dus we hebben alles een beetje los moeten laten. Ja, en deze kleine man, hè. Het was niet te boeken van zo en zo laat kom je. Maar ik zit helemaal te kijken. Vond Lucius. En hij dacht, weet je, ik kom mooi 1 juli. Het begin van de zomervakantie uit de beuk. Dan hebben we nog een weekje kraamweek voordat die zomervakantie begint. Dus dat heb je heel goed aangevoeld, slimme man. Zo lief. Hè? Ja. Maar nou, we gaan zo de kinderen ophalen van school. Ja, die gaan hun tas in de lucht. Die gaan hun tas in de lucht in gooien bij school. Dat is zo'n ritueel als het de zomervakantie begint. En mogen we bij gaan kijken. Dus dat gaan we zo doen. En dan is het ook weer een beetje het einde van deze vlog, denk ik. Want deze vlog hebben we vooral besteed even aan het bevallingsverhaal vertellen. En het einde van de kraamweek en de baby een beetje af te ronden. Zodat we morgen kunnen beginnen met onze vakantie, zomervakantie, gezellige gezinsvlogs. Met z'n allen natuurlijk. En dan kun je daarmee van meegenomen. Zullen we deze vlog afsluiten voor vandaag? Ja, wij willen jullie dan kan ik voor dit, het meeleven editen. Van de bevallingsvlog, de kraamweek en elke dag. En voor alle felicitaties en de lieve berichtjes. Totale felicitaties. En zo fijn te lezen. Heel erg lief. Dank jullie wel, lieve fans. We hebben echt een teutje in ons hart voor jullie. Ja. En wij gaan nu met Lucius zeggen, vond je het weer een leuke vlog? Doe de teumpjes. Duimpjes omhoog. Geen niet abonneren. We zien jullie morgen weer. Waarin onze zomervakantie gaat beginnen. Tot morgen. Jullie gaan er zelf mee. Doei doei. Je hart, boom, boom, mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boom, boom.